Op 10 gemeten lijkt het niet alsof de tijd heeft stilgestaan. De tijd staat er stil. De klok is er 70 jaar teruggezet en dat blijft zo. Het Landbouwmuseum in Wording versterkt dat historische karakter alleen maar. Dat willen wij laten zien hoe het gegaan is. Met welke primitieve gereedschappen, zou je kunnen zeggen, moest men toen werken. En hoe is men op ideeën gekomen om dat sneller, beter, goedkoper te kunnen doen. Het is nog mistig als de eerste pont met historische voertuigen en gereedschappen naar 10 gemeten vertrekt. Veel van de werktuigen komen uit het Streekmuseum in Heinenoord of zijn door particulieren in bruikleen gegeven. Maar stuk voor stuk hebben ze in de Hoekse Waard hun werk gedaan. Kijk, ik ben nog maar zo jong. Ik heb met alle werktuigen gewerkt en gereedschappen en gezien dat er mee gewerkt werd. En binnen een mensenleven is de rest van de bevolking, die heeft er geen weet meer van. Dus dat zijn twee generaties die ertussen zitten en dan zou het weg zijn. Dus het is de moeite waard om te bewaren. Het uitladen gaat nog bijna fout. Met man en macht kan ternauwernood worden voorkomen dat een tractor kantelt. De schade blijft beperkt. De werk